De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Wat kan iemand dat nou schelen, Simon? De maanlanding. Daar legt toch geen mens wakker van, man? Nee, ik wel. Ja, jij. En velen met mij. Had je maar vastigheid. Kobus, we komen met een dubbel dik themanummer. En als de voortekenen niet bedriegen, zal de losse verkoop alle records gaan slaan. Nou, ik koop hem niet. Stel je nou toch eens voor je, Kobus, hè? Aanstaande zondag, 20 juli 1969, om 21:33 precies, zet Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Die man schrijft toch wereldgeschiedenis? Wat hij weet, hè? En een advertentie dat we hebben, jongen, niet te geloven. Van 6 grote bedrijven. Plus, Simon, plus. Dat gaat ze natuurlijk helemaal nooit lukken. Wat? Dat landen op die maan. Echt niet? Is veel te ver weg. En je kan er niet eens ademhalen. Joep. Nee. Van de week nog bij mij een vent op de beurs. Hij zegt, Kooiman, ze hebben ineens geen lucht daar, joh. Ja. Nee, maar daarom heb je dus van die pakken. Wat voor pakken? Hier zo. Jongen. Dat is een proefdruk. Pagina groot. Weet je wat dat schrijft? Hoe maak ik me snel populair op de maan? Koester 1 pakje Roxy 25 in uw ruimtepak. Als u een maanschoonheid tegenkomt, ligt dan beleefd uw hoofddeksel. Geef haar een zoen op haar snavel en bied haar het pakje Roxy 25 aan. Ja. Of. Ja, hier zo. Stop 2 pakjes Roxy 25 in uw rechter ruimtehandschoen. Als een maanagent u wil bekeuren omdat u niet op een zebrapad overstak. Biedt u hem joviaal de hand en stopt hem de pakjes Roxy 25 toe. Cadeautje van de aarde, zegt u knipoogend, terwijl u op zijn fiets stapt en wegrijdt. Ja. Nog eentje. Jongen. Steek 3 pakjes Roxy 25 in uw rechter ruimtebroekzak. Kan goed van pas komen als de radioverbinding met de aarde verbroken wordt. U steekt dan doodrustig 1 Roxy op en geeft rooksignaal. Ja, grandioos, man. Hallo. Nel, zeg jij er nou eens wat van? Ik heb alle informatie, hoor. Die stokjes laat zich helemaal meeslepen door die maanflauwekul. Kijk eens even, gekregen van Adrie, reisgids van de Italiaanse meren. Alles staat erin. En hier, op pagina 24 was het, geloof ik, alles over Arona. Arona? Ja, daar gaan we toch naartoe? Weet ik niks van. Hebben we toch met z'n allen besloten? Was ik daarbij dan? Nogal, ja. Ja, ik wou in Nederland blijven, hè? Maar wij niet. Zie, luister. Het klimaat is bijna overal van exceptionele zachtheid. En in de weidse parken gedijen tal van planten uit warme landen. Bovenal citroenen en sinaasappelen. Hoe ken dat nou? Alles staat erin. De bezienswaardigheden, wat je kunt eten, hoe je er komt. Zijn 14 dagen trouwens veel te lang. Ik zou wel een maand willen. Hey Nel, dan gaan we toch gezellig met z'n tweetjes? Dat zou jij wel willen, stokvis. Hey, nou, lekker je rug insmeren. Het water schijnt ook heerlijk te wezen. Dat water is niet te drinken. Dat is zout. In het Lago Maggiore. Wie is het, moeder? Ja, daar gaan we toch naartoe. Kijk eens, een heerlijk strandje. Oh, zwemmen. Misschien kunnen we ook nog een dagje naar Milaan. Gaan we naar de Scala. Hè? En misschien dat Maria Callas dan wel zingt. Kan ik een interviewer voor de Bruine. Moet je weg? Ja, ik ga naar mijn armje. Hé? Wat doen? Ga jij bij mijn baas zitten te slijmen, joh? Inderdaad, Jacobus. Dan ga ik mee. Zou je dat nou wel doen? Wat jij kent, ken ik ook.
Wat ga je nou eigenlijk doen? Ik ga hem interviewen over de maanlanding. Oh, dan moet ik er helemaal bij zijn. Hoezo? Nou, dat vindt hij natuurlijk ook allemaal onzin. Nou, daar zou ik niet te hard op rekenen, nou, hier, Kobus. Het zou mij hogelijk verbazen als hij er één positief ding over had te melden. Mij niet. Zal het maar werden, hè? Tientje. Ben je kwijt? Al die miljarden, Tony. 90 miljard dollar, nota bene, zou er toch veel beter besteed kunnen worden? Ja. Heerlijk. Het zou veel beter zijn dat de mens maanreizen maakt in het hoofd. Ja, moeder. Ik als lid van de Soefi-beweging vind die hele maanlanding een uiterst bedenkelijke onderneming. En er wordt hier in huis dan ook niet naar gekeken. Niet? Nee, die televisie komt niet aan. Nee, moeder. De hapjes, er wordt gescheld. Ik markeer niks aan mijn oren, meneer. Doe dat open. Zoals u wilt, meneer. Ik hoop dat je meneer Stokvis verstandige dingen zult vertellen, Tony. Mijn vriendje Stokvis wil mijn mening horen, mama. Tony? Ja, moeder. De heren Stokvis en Kooiman, meneer. De Kooiman? Ja, juist. Ik zeg tegen Jaap, blijf jij nou lekker in de auto zitten. Nee, maar hij moest en hij zou mee naar binnen. Ja, dan kom meneer Harmsen. Ik vind het toch helemaal prettig om u te zien. Dat weet u natuurlijk wel. Net als uw moeder trouwens. Goedenavond, mevrouw Harmsen. Dag, meneer Kooiman. Natuurlijk hoeft u niet in de auto te wachten. Nou, Tony. Ja, moeder. Gaat u toch zitten? Heel graag. Bijzonder graag. Jij niet, Kooiman? Natuurlijk wel. Oh? Meneer Kooiman is ook bezoek. Ja, moeder. Zeg, hopjes, een lekker wijntje gaat er wel in, hoor. Zo is dat, Simon. Jij niet, Kooiman? Hou nou toch op, Tony. Als meneer Kooiman een lekker wijntje wil, mag meneer Kooiman een lekker wijntje. Nou, Jacobus, één glaasje dan. Want, Jacobus, jij mocht natuurlijk nog wel rijden, hè? Château Aubryon van 45, meneer. Staat die al lang open? Sinds vanmorgen, meneer. Dan is het goed. Nou, mensen, proost op een geslaagde maanlanding, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, vriendje Stokvis. Tony! Ja, meneer Harms, in het kort dan even een statement over de maanlanding dus. Komt dat erboven? De maanlanding... Is... Tony? Amorele... Ja? Geldsmijterij. Goed zo. Pardon? Ja, Simon. Ja, vriendje Stokvis, met al die miljarden... 90 miljard dollar, nota bene... zouden veel beter besteed kunnen worden. Goed zo. Hé? Ja, Simon. Het zou veel beter zijn als de mens maandreizen maakte in zijn hoofd. Heel goed. Hé? Ja, Simon. Ja. Ik vind die hele maanlanding een uiterst bedenkelijke onderneming... en dan wordt er hier... Daar is dat ook niet aan gekeken. Ja. Bravo, meneer Harms. Kijk eens, meneer Stokvis. Hier vindt u het allemaal in terug. Modern soefisme? Alles wat mijn zoon zojuist heeft gedebiteerd en nog veel meer... vindt u allemaal terug in dit boek. Harms, ik ben bang dat ik er niet veel aan heb, hoor. Ja, maar ik wel. Ja. 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 Isola Madre, het moedereiland, is rijk aan zeldzame gewassen en exotische bloemen. Vooral in het voorjaar opmerkelijk door de bloeiende azalea's. Dat is jammer. We zijn er in de zomer. We moeten bij onszelf en dichtbij beginnen. Jawel, meneertje, dichtbij. De verwezenlijking van ons ideaal kunnen wij al een stukje dichterbij brengen... door verdraagzaam te zijn, ja. En sympathie te hebben voor mensen in onze eigen omgeving, Aston blaft. Isola Bella, het mooie eiland, is wel het meest geliefde van de groep. Eens totaal kaal werd het later in een tovereiland veranderd.
Met grandioze tuinen in Italiaanse stijl. Met bogen, beelden en fonteinen getuind. Allemaal uiterlijk, Nel. Hier, het gaat om het innerlijk. Hier, Inayat Khan, die hebt dat allemaal bedacht. Het soefisme biedt een spirituele grondslag. En mevrouw Harmsen vindt het ook en meneer Harmsen vond het ook. Oh, ja, joh. Jazeker, ja. En die hele maanreis en natuurlijk ook zijn reis naar Italië, dat is allemaal onzin. Het zou beter zijn als de mens maanreizen maakte in zijn hoofd. Ja. Ze waren het helemaal met me eens. En als ik dadelijk dit boekje uit heb, dan kan Harmsen nooit meer omheen. Daar gaan we weer. Ja, daar gaan we zeker weer, ja. Doet het ook voor jou, hoor, Nel. Oh, ja, joh. Jazeker, ja. Nou, laat het dan. Ik heb weer eens een vrouw. Ik zat op punt van doorbreken met mijn boekie, doet zij het licht uit. Je hebt je eigen lampje, toch? Bij wijze spreken, Nel, bij wijze spreken. Tristan. Jongen, 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 jongen. Vis. Ik krijg van jou nog een tientje. Oh, jij? Ja. We hadden namelijk gewed. Is mij niets van bekend. Gisterenavond, toen we bij mij de deur uitgingen, toen hebben wij gewed om een tientje. Oh? Ja. Jij zei namelijk dat Harmsen die maanlanding geweldig zou vinden en ik zei dat hij het onzin zou vinden. Oh ja. Dus? Dus? Betalen! Jongen, 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 jongen. Ben jij toch eigenlijk een hebbert, hè? Hartelijk dank. En nou, wat hebben wij hier? De Telegraaf. Juist. En wat staat daarin? Onzin. Oh ja. Nou, noem dat maar onzin. Hier, oh, een interview met minister Witteveen. Een VVD'er? Ja. En wat wil het toeval? Die man is een groot soefi. Jo. Ja, en dat ga ik dan aan meneer Harmsen laten lezen, want kijk even wat hij zegt. En hier citeer ik dus de heer Witteveen, aangaande de maanreis, weet je wel. Het zou beter zijn als de mens naar het innerlijke ging voor zijn geluk, in plaats van naar de ruimte. Ja, meneertje. Hé, meneer Harmsen? Meneer Harmsen, hier ook. Minister Witteveen, die vindt het ook allemaal flauwekul. Wat? Flauwekul?
Ja, van die maanlanding en zo. Hè? Ja, hier zo in de krant. In de krant? Ja, dat schijnt de grootste soefie te zijn die je maar voor kan stellen. Niet toch? Ja, toch. Hè, bah. Hè? Dat hele soefie-gedoe is toch volstrekte onzin, Kooiman. Oh ja? Ja, moeder mag er dan heel gelukkig mee zijn op haar oude dag. Maar geef mij passie maar een fikkie. Dat wel natuurlijk. Het betreden van de maan is verreweg de belangrijkste gebeurtenis van deze tijd. Ook dat. De waarde ervan zit hem in de uitdaging. Tuurlijk. In het creëren van een boven menselijke eis die toch net gehaald wordt. Hoor je dat eventjes, Simon? Jazeker. Hoe wij leven in een samenleving die verzadigd is van comfort. En in die verstikte sfeer van welvaart wordt plotseling een gat naar boven geboord, waardoor frisse lucht komt. Daar hebben we wat dan. Of vriendje Stokvis. Harms, mag ik u citeren? Nee, vriendje Stokvis, want dan leest moeder het misschien. U krijgt de bruine toch altijd op de zaak? Vooruit dan maar. Simon, wat moet ik nou? Betalen. Twee tientjes. Twee tientjes. Hij vindt het toch onzin? Eén tientje. Ja, dat is de mijne. Nou, dan krijg ik ook nog een van jou. Schrijf hem op je buik. Meneer Harms. Oké. Oké. Heerlijk. Maar Simon, wat moet ik nou met dat soefieren doen? Jacobus, ik heb de lezers natuurlijk gevraagd of zij ook naar de maan zouden willen. Wat de mensen allemaal verzinnen is niet te geloven. Hier zo, mevrouw Bobby Koolstra uit Lombardije, beste Rotterdammer. Nee, ik wil niet naar de maan, daar het op de maan altijd maandag is. En ik de voorkeur geef aan de zondag. Ik heb dat de hele nacht in leggen te verdiepen. De heer A. de Jong uit Zuidwijk. Ik zou wel naar de maan willen als ik daarna een zachte landing kan maken op Venus. En dat Sofieboekje zo zag je ze aan mijn hoofd. En deze die spant echt de kroon. W. Krijgsman uit Sjaarloos. Nee, ik wil niet naar de maan. Onvoldoende sanitaire voorzieningen. Geen snackbar aanwezig. En ik blijf verstoken van de bruine Rotterdammer. Ik ben de Sofie die alle andere Sofie zo verbodig maakt. Wat is nou er allemaal aan de hand? Ja, moeder had het net. Ze gaat 2 weken naar Drenthe om met de soefie-gedachte een rituele dam op te werpen tegen het grofstoffelijk maanlandingsgeweld. Zit ze 14 dagen in een hutje op de hei. Maar moet u met hem mee dan? Ja, zo erg is het niet, vriendje Stokvis. Maar dan kunnen we niet naar onze villa in Italië. Maar dan gaat u toch alleen? Dat wil ze niet. Ik mag niet in mijn eentje. Ze vertrouwt me niet met de lucifers. Maar er gaat Hopjes toch mee? Op vakantie. Oh, nee. Maar wacht eens even. Dan gaat Jaap toch in het hutje zitten? Ja, dan ga jij de soefie-gedachten toch hoog zitten te halen? Je kent het hele boekje uit je hoofd. Toch werkelijk, Kooiman? Nou. Jawel, dat zeg je net. Jawel. Kooiman? Ja, maar wij moeten naar het Lago Maggiore. Jawel, maar jij wou juist in Nederland blijven. Oh ja? Nou, dat is dan afgesproken. Ik ga meteen moeder even bellen. Ja, maar Harms, ik zal je nog veel mooier vertellen. Aanstaande zondag op de Kegelclub. Ja, daar kom je gezellig naar naartoe. En dan kijken wij saampies naar de maanlanding in kleur. Oh, vriendje Stokvis. Ja, dat wordt een leuke avond, meneer Harms, hè? Nee, jij niet, Kooiman. Jij moet naar Drenthe. Naar Drenthe, ja. Wanneer zou ik dan gaan? Nou, ik zou nou maar gaan, Jacobus. Want Drenthe op de Zomerlek, nou... Dag, Kooiman. Ja, moeder. Ja, met mij. We kunnen toch naar Italië. Ik vind het natuurlijk reuze gezellig, hoor, vriendje Stokvis. Maar volgens mij is het gewoon zwart op wit, hoor. Ja, nee, ja, we komen gisteren op z'n achter. Kom, ze kennen wel kleurenbeelden maken van de maan.
Doen ze trouwens met een gewone zwart-wit camera. Met een roterend rood, geel en groen filter ervoor. Dan leggen ze die kleuren op aarde weer over elkaar heen. Maar dan nog, ken je die beelden, ja? Met een gewone kleurentelevisie niet ontvangen. Wat weet jij toch veel? Het is voor u, hopjes. Dat hapjes? Er is hier nou een haartje betoeteld om mij te storen op dit moment. Dat wat matje, hapjes. Huh? Wat zeg je? Nee, hè? Nou, je wordt bedankt. Niet goed? De moeder heeft weer een aanval van eczeem. Moet ze minstens 3 weken te bed liggen, kunnen we nog niet naar Italië. Ruimse. Dan ga je toch gewoon met ons mee? Met ons? Ja, naar het Lago Maggiore. Jaap zit in Drenthe, dus we hebben een plaatsje vrij. Oh, vriendje stokvis. Salute. Meneer Kooijman? Wat moet je? Alsjeblieft. Een aanzicht uit Italië. Goedemiddag. Lieve Jaap, het is hier echt geweldig. We hebben schitterend weer en ik heb kleine Jaapie zwemmen geleerd. In Drenthe is het vast ook heel gezellig. Dag, liefs Nelly. Jaapie, net Nel de rug lekker ingesmeerd. Ga vanavond naar Milaan, concert van Maria Callas. Na afloop soupeert ik met haar op haar hotelkamer. En denk erom, hou de Soefie-gedachten in ere. De hallo Kooijman. Ik ben je buitengewoon dankbaar. Dankzij jou zit ik heerlijk in het zonnetje met een verrukkelijk glaasje rijpa en kijk ik naar vriendje Stokvis in zijn blauwe zwembroek. Dag, ome Jaap. Tante Nel zegt dat u beter kan zwemmen dan u. Arona, dat moet te doen zijn. Maria Knalgas, ik kom erop!